Krijgen we weer een groepje. Ze zijn niet met z'n zessen, maar wel met z'n drieën. Drie vrienden al van op de schoolbanken al jarenlang. Het zijn twee jongens en een meisje, alle drie 20 jaar en ze komen uit het Brugse. Ze zingen een liedje dat een internationale titel heeft en ze hebben die titel van dat liedje ook maar gekozen als naam voor de groep. Want optreden, dat deden ze wel eens op een schoolfeestje, maar eigenlijk nooit echt professioneel. En dat liedje heet De Opera en de groep heet ook De Opera. Hans, die is, dat is de jongen zonder baardje, die speelt ook in het B-elftal van Club Brugge. En voordat wij begonnen met deze halve finales kreeg hij net een rode kaart, omdat hij ergens iets gedaan had wat niet al te pluizen was. Maar dat heeft eigenlijk geluk gebracht voor deze Eurosong, want zo heeft hij zich degelijk kunnen voorbereiden. Anders was het of het voetbal of het zingen. En ik denk dat hij al bij al er niet zo kwaad om geweest is. De spelers van Club Brugge zullen nu wel zitten te kijken naar wat het worden zal. En wij kijken mee. Het liedje De Opera door de groep De Opera. Thank you.